Geliefde broers en zussen, de opdracht van de kerk is om discipelen te maken, niet om gelovigen voor te brengen. Dat is misschien heel bazaal, hè? Dat is een zendingsopdracht natuurlijk. Maar we leven in een tijd, ik neem als voorbeeld Justin Bieber. De jongeren onder ons kennen Justin Bieber denk ik wel, vooral de dames. Mannen hebben vaak niet zoveel met Justin Bieber. Ik kan me deze voorstellen, maar goed, hij is populair. En he has followers, zegt het Engels. Hij heeft volgers, volgelingen. En hij heeft ook zelfs believers. Het worden believers, met een B genoemd. En waarom zeg ik dit? In het geloof, in de kerk, lijkt het vaak een beetje alsof de volgeling, de volger of de gelovige een soort uitgehold begrip is geworden. Maar het begrip gelovige wordt 150 keer genoemd in de Bijbel. Volgelingen, volgers ook. En 100 keer discipelen. Maar eigenlijk als die begrippen worden gebruikt, dan worden ze eigenlijk door elkaar heen gebruikt, maar het staat allemaal voor één begrip, dus dat je een leerling bent van Jezus. Dus het lijkt heel erg te gaan om gehoorzaamheid in veel boodschappen. En dat is natuurlijk wel even de vraag of gehoorzaamheid het allerbelangrijkste is wat we nodig hebben.